Gezondheidsminister Amara Madin heeft de samenleving vandaag bij de media launch van de Safe Exercise Area opgeroepen om een gezonde leefstijl erop na te houden en meer te gaan bewegen. In dat kader wordt de komende zondagen een gebied in Paramaribo afgebakend om mensen de gelegenheid te geven om te sporten. Het gebied waar we voor praten gaat over het gebied vanaf de rotonde bij het academisch ziekenhuis, dus de Sophie Redmondstraat, tot de Rode Kruislaan. Aan beide banen zal op zondag 19 december de launch plaatsvinden van dit gebied, waar iedereen ruimschoots de gelegenheid krijgt om binnen de tijd van 6:30 tot 9:30 op een veilige wijze, onder controle natuurlijk, gecoördineerd vanuit de politie en de bestuursdienst, kan bewegen om zodoende, en dit gaat structureel plaatsvinden op elke zondag, en om zodoende te bewegen en zoals net genoemd, de gezondheid te bevorderen. De kick-off van het project zal zondagmorgen om 8:00 geschieden door president Chandrika Prasad Santokhi. De daaropvolgende zondagen is het gebied vanaf 6:30 tot 9:30 voor een ieder opengesteld. Dus u moet dit project zien en de launch, die welke zo meteen daarover meer details volgen, moet u zien in het kader van de aanpak en voorkomen van de non-communicable diseases, ofwel de chronische ziekten. Hoge bloeddruk, suikerziekte, hart- en vaatziekten, overgewicht zelf en andere zaken. Wij zijn zeer verheugd. Het initiatief is opgepakt vanuit het ministerie van Volksgezondheid en is besproken binnen de regering met een aantal belangrijke actoren. Politieinspecteur Rachel Deekman zegt dat het gebied ook voor fietsers gesloten zal zijn. Minister Ramadin zegt verder dat er binnenkort een informatiefilmpje gedeeld zal worden via diverse mediakanalen. De bewindsman heeft de bewoners van het gebied opgeroepen om medewerking te verlenen bij de uitvoering van dit project.